Thank you.
de paaskaars gaan staan. Het licht van de vrezen hier. Daarom willen wij de paaskaars laten branden. Wij geloven dat de Heer blijvend in ons midden aanwezig is en ons omringt met zijn kracht en liefde, omdat wij vertrouwen dat we elkaar weer zien. Vele Joden waren naar Maria en Martha gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer Lazarus, een vriend van Jezus die gestorven was. Zodra Martha hoorde dat Jezus op kom was, ging zij hem tegemoet en zei: Heer, als gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik ben er zeker van dat God u zal geven wat gij hem vraagt. Jezus zei haar: uw broer zal verrijzen. Martha hernam: ja, dat weet ik. Hij zal verrijzen op de laatste dag. Jezus zei haar: ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al is hij gestorven. En ieder die leeft en gelooft in mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Martha zei tot hem: ja, Heer, ik geloof. Hij zei: de Messias, Zoon van God, die in de wereld komt. Laten we nu de naam noemen van hen die in de loop van het voorbije jaar gestorven zijn. We willen niet dat ze ooit uit onze geest en uit ons hart verdwijnen. Daarom hebben we te veel van hen gehouden. Voor ieder van hen zullen we een kaarsje aansteken met het licht van de paaskaars. Daarmee willen we uitdrukken dat we onze dierbaren in dit uur dicht bij ons weten en dat we over de dood heen met hen verbonden blijven. Nu zij leven bij u in het licht van de verrezenen. We noemen bij naam Anna Putman. André Balkaan. Laten we dan samen de tekst op het blaadje bidden. Herinner je de naam van God, van wie gestorven zijn, hun vreugde en hun pijn, hun werken en hun daden. Wees in God die hen koestert, zoals wij ze zouden koesteren, in overvloed van liefde en genegenheid. Troost ook ons die hier achterblijven, bevangen in liefde en gewis. Zend u Jezus. Wij bidden voor u die blindelings verder gaan en het niet kunnen verwerken, dat zij om uw wil en omwille van hun doden worden opgericht in de vertwijfeling, dat voor hen een mens zal zijn die zwijgen, troosten en die dragen kan. Laat ons bidden. Thank you.
Wij bidden voor allen die leven, moeders met een lege plaats aan hun zijde, voor hen die treuren om een kind dat ze moesten verliezen, om een vriend die wegviel uit hun kring, om een MS dat niet te noemen is. Laat ons bidden. Wij bidden voor zoveel kleine en grote zielen die ons zijn voorgegaan op de weg voor het dagelijkse leven. Sommigen van hen zijn en blijven wegwijzers naar het echte geluk. Dat gedicht ons mag blijven voorgaan op de weg naar de hemel, hier op aarde. Laat ons bidden. Wij zullen nu gedachtenisprentjes uitdelen met de namen van allen die het afgelopen jaar in onze pastorale eenheid gestorven zijn. Neem het mee naar huis. Geef de geliefden een plaats in je leven en je gebed. De datum op het kaartje is de datum van de kerkelijke uitzending. Thank you.
genoemd de naam van onze overledenen. Bidden we nu samen het slotgebed. Vader, we begrijpen de nood niet. Help ons geloven dat de naam van ieder van ons in de palm van uw hand geschreven is. Help ons geloven dat wij voor altijd in liefde met elkaar verbonden zullen blijven. Bedankt voor uw